Deze wet, wat daarin staat, heeft de volgende gevolgen. De obligaties van staatsolie, die zijn uit te geven, en waarbij dus burgers in totaal 150 miljoen US dollar aan staatsolie hebben, in handen van staatsolie hebben gegeven. Kort, Hugo. Voor die obligaties, en het geeft staatsolie nergens de schuld van, want die hebben dit niet gepland, maar het gevolg van deze wet is dat al die burgers die hun 150 miljoen US hebben gestort, SRD terug gaan krijgen voor de koers van 7,50. Hoe staat dat? Het staat in die wet. Nu moet het al geconverteerd worden. Dat staat in die wet. En als het... Dus ik ga een ander gevolg noemen. En ik daag elke jurist alsjeblieft uit om te zeggen dat ik onzin verkondig. Nou, een stukje voor dan. Ik zal verwijzen naar die artikelen als het moet. Die artikelen zal ik verwijzen. Ik kan je zeggen wat in die wet staat. Namelijk dat staatsolie de burgers terug gaat moeten betalen in SRD. Dat staat in die wet. Het is onzin, maar het staat er. Een ander ding wat er staat is dat, gevolg hè, alle overeenkomsten die burgers hebben met banken, waarbij de banken aan burgers geld geleend hebben, de banken gaan nu SRD moeten accepteren. De banken kunnen die leningen die ze hebben gegeven niet meer in US dollar terugbetaald krijgen. Het verbaast me dus niks dat de Surinaamse bankiersvereniging mordicus hier tegen zal zijn. En alles zal doen om te voorkomen dat deze rommel in werking treedt. Nee, maar want dat is wat er dat die overeenkomsten nietig zijn. Als ze niet binnen 30 dagen... Nee, als ze nu gesloten... Ja. Na in werking treding, als ze gesloten worden. Ja. Maar het gaat over overeenkomsten die reeds gesloten zijn. Die zijn nietig. Artikel 11 moet je lezen. En in artikel 11 staat dat alle overeenkomsten die in het verleden gesloten zijn, binnen 30 dagen moeten worden aangepast. En waarbij de aanpassing hierin zal moeten bestaan dat de betalingsverplichting in US dollar wordt omgezet in een betalingsverplichting in SRD tegen de koers van 7,5. In de wet staat dat bij de inwerkingtreding van deze wet, op die dag, wanneer het in werking treedt, een dag na afkondiging, de koers van de centrale bank die dan op die dag geldt, dat is de koers waar deze wet het over heeft.